dos horas y media de prensa. Okay. Seis ciclos. Cada ciclo, una presión. Okay. Con la presión al principio muy suave, el vino que nos da, mezclamos con el vino que hemos descubado. El resto. Nou, trek je tong even van samen. Zo stroef, hè? Ja. Fermentación, finito. Mm-hmm. Malolactica, no. Dus de malolactische gisting is niet uitgewerkt. Dus dan wordt nog de melkzuurbacteriën worden omgezet in alcohol. Dus eigenlijk wat je dus niet proeft, is eigenlijk alleen maar zuur. Is er iets anders hier in Rioja qua vinificatiemethode of zo dan in Frankrijk bijvoorbeeld? Ja, absoluut. Wil je dat vertellen? Het is heel technisch. Het is echt heel lang. Het heeft wel te maken met de ouderdom van de wijnstokken. Bij alle wijnboeren hebben mogen proeven dat de wijnstokken die ze hier gebruiken voor hun wijn, zelfs voor een instapmodel, minimaal 15 jaar oud moet zijn. In Frankrijk begint het al bij 8 jaar, beginnen ze al na 8 jaar beginnen ze al te oogsten. Frankrijk assembleren ze meer. Jonge en oude wijnstokken bij elkaar. Hier pak je alleen maar percelen, doen gewoon één perceel, alleen maar oude wijnstokken maken of oude wijn van oude wijnstokken maken. Het wijntoerisme staat hier eigenlijk nog helemaal in de kinderschoenen. Eigenlijk helemaal niet. Er ligt geen volgertje bij de hotelbar van ik kan die en die kamer bezoeken. Helemaal niks. En dat maakt het ook voor mij heel extra spannend om zo'n reis te organiseren. Want dan worden we wel met open armen ontvangen tijdens de oogsttijd. Want zitten ze wel te wachten op mensen zoals wij. Lené Salivé. Ja. Vineyard producing their own grapes, you know, and making the wine with their own grapes, no? Mm-hmm. Like the French were doing, for example, in Bordeaux, no? The big chateau, the important French chateau, they do it, no? So they wanted to start their own project with this pillar, no? Single estate winery. The second pillar was to produce reservas and grandes reservas wines. You know, in Rioja we have Young, Crianza, reservas and grandes reservas.
The main category is young wines. Yes. The second largest is Crianza range. And young and Crianza, they can represent around maybe 75. We zijn in Bilbao gegaan omdat de reis zeg maar nog niet helemaal compleet was als we geen cultuur hadden gezien. Ik wil zeggen, dat rode geweld, ik moet straks wel even lunchen. Ja? Mm-hmm. Maar het is fantastisch, joh. Het is hier great.